Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ga gauw Liam wegbrengen naar schooltje. En dan ga ik even gauw naar de winkel. Ja, ga je naar schooltje? Ja, oké. We gaan snel, want we hebben haast. Liam vond het totaal niet tof om naar de juffrouw te gaan. Maar wij gaan nou naar de winkel, hè, jongens? Wie zwijgt stem toe? Sorry voor de mensen van kleur, maar ik noem deze dingen nog steeds negenzoenen. Maar Jordi zag deze en hij dacht bij zijn eigen, oeh mama, die moet ik. Hij was allemaal aan het lachen, dus ik krijg die ze vanmiddag. We zijn weer thuis. Eventjes over de zoenen, negenzoenen, hoe je het ook wil noemen. Ik noem de zogenoemde jodenkoeken, noem ik ook nog steeds jodenkoeken. Blanke vla noem ik ook blanke vla. Als je over elk woordje, etenswaar, iets wil vinden, dan is dat zo. En dat snap ik. Alleen, voor mij maakt het niks uit. Hè. Ik zie wat dat betreft, ik zie wel kleur, maar ik zie niet kleur. Mij maakt het niet uit wat je bent, wie je bent, hoe je bent, wat je afkomst is, wat je etnische afkomst is, wat je geloof is. Het maakt mij gewoon echt helemaal niks uit. Echt niet. En zo wil ik mijn kinderen ook opvoeden. Dat het niet uitmaakt wie je bent, wat je bent, waar je vandaan komt. Of je op mannen of vrouwen valt. Of je groen, geel of paars bent. I just don't care. En daar wil ik mijn kinderen ook bij brengen. Ik vind gewoon dat mensen zijn mensen. En of je nou een beperking hebt of niks hebt, het maakt niet uit. Je bent gewoon mens en dat is voor mij het belangrijkste. En iedereen die daar anders over denkt, dat mag. Want iedereen mag een mening hebben. Ja, iedereen mag een mening hebben. Dus mama ook. Ja. Maar dat komt ook gewoon van vroeger uit dat je dat nog steeds doet en dat je dat nog steeds zegt. Mensen die vroeger opgegroeid zijn dat mensen met Down-syndroom Mongool genoemd werden, doen dat nu nog steeds. En dat is vaak niet eens bewust. Het is gewoon het feit dat ze daarmee opgegroeid zijn. En ik maak daar nooit geen probleem van, want die mensen kunnen daar niks aan doen. Dat vroeger gewoon een woord was. Zoals ze mensen zoals Jordi noemden. Maar voor ons is Jordi gewoon Jordi. En ook af en toe een heel lastig kind. Wel lief, maar ook heel lastig kind. Zo is jouw broer ook een lastig kind, die Liam. Toen ik hem op school wou brengen. Hij had dan maar mijn nek vast hoor, ik kreeg bekant geen adem. Ja! Dat ga jij niet doen, hè? Nee, dat ga jij niet doen, hè? Nee, dat ga jij niet doen, hè? Ik ga hem eens even slabber geven voordat ik hem weer om moet gaan kleden. Ik probeer toch dingetjes te doen hier. Ik ben nu mijn was aan het doen en aan het opvouwen enzovoorts. Want ik heb een berg was weer liggen. Ik was wel gewoon, maar ja, ik heb niet altijd tijd om het op te vouwen. Dus daar ben ik nu mee bezig. En dan over 10 minuten moet ik alweer de kinderen klaarmaken om Liam te gaan halen. Zo blijf je bezig. Jordi, waarom moet hij en mama altijd ruzie maken als we weg moeten? Hij wilde geen jas aan, hij wilde geen schoenen aan. Zijn broek moest ik even verschonen, want ja, hè, hij had een beetje te veel doen. Dus een beetje doorgelekt. En toen moest ik ruzie maken met hem, want hij wilde niet. Nou, dan ga je maar zonder. Ook goed, het is niet zo heel koud. En dan nu gauw de poort openmaken. De bolderwagen pakken. En heel snel Liam ophalen. Hallo Liam! Liam heeft een beetje rood in zijn gezicht. Ze wilde hem schminken, maar Liam wou niet. En dan zit hij lekker kaasstengeltje te eten. Hé jongen! Lekker ding van me. Lekker happen hè. Maar lekker naar huis toe. Jordi is natuurlijk ook tussendoor aan het happen. Heb je hem al?
allemaal op, Jordi. Oproep aan alle auto's. Oproep aan alle auto's. Goed zo. Even eten. Ik heb salade gehaald. En even Expeditie Robinson kijken. En dan ga ik kijken of mijn was nog verder op kan vouwen. Sam slaapt, Liam slaapt, Jordi is nog wel wakker, maar ligt in zijn bed lekker relaxed. Houden we het ook bij, hopelijk. De wasmachine staat nog aan. Maar ik ga even eten. Jordi heb ik in slaap geholpen. Liam, die is nu wakker. Sammy is ook alweer wakker. En ik ben ondertussen de was aan het doen. Moet ook gebeuren. Want ja, ik was ermee bezig en toen was er iemand wakker. Dus ja, toen kon ik alles even gauw opruimen en hem naar beneden halen. Dus ga ik ondertussen nu verder. Hij is lekker pepernootjes aan het eten en Paw Patrol aan het kijken. En natuurlijk zijn drinken en drinken. Lekker rustig. We hadden van de week een airfryer gekocht. En ik ben nou het eten aan het maken, frietjes en zo. En Sam, die had zo'n honger en papa was nog niet thuis. Dus ik ben eventjes eten aan het geven, want hij had echt heel veel honger. Dus ja, en ik had voor hem en Jordi heb ik eten gemaakt. Ik heb voor hem en Jordi aardappeltjes met slavink en worteltjes en ertjes. Had ik gemaakt en die heb ik allemaal in de stomer gedaan en dat is wat ze krijgen. Jordi krijgt er dadelijk nog appelmoes bij, want ik heb er geen jus of zo bij nou. Dus ja, dat is wat ze krijgen. Ja. Lekker stukje. Iets wat jij ook altijd doet is. Ja, nee, dat doen we niet, hè. We gaan niet spugen, hè. Dat doen we niet onder het eten, hè. Hallo, dat gaan we niet doen, vriend. Ik wil het liever een beetje opgeruimd hier houden, vriend. Dat is lastig, dat weet ik. Niels komt dus nog later, maar ik heb Liam al wel aan zijn frietjes gezet. Aan zijn frikandelletje. En voor Jordi dit. Dus dan ga ik ze even geven. Jordi, je broertjes. Joef, hou je gemak. Je broertjes liggen al op bed. Hè? Ja. En jij bent nog op. Ja. Ja, en jij ligt lekker bij mama en je bent het er niet helemaal mee eens en dat weet ik. Want, ik mis je. Ik weet dat je aan poepen bent en scheetjes aan laten bent, ik hoorde het. Maar dat is toch niet erg? Mama heeft liever dat je scheetjes laat dan dat je buikpijn hebt. Ja, behalve papa. Papa moet ze wel ophouden, want die stinken. Ja. Maar jij mag altijd scheetjes laten. Jij mag altijd scheetjes laten. En jij mag altijd poepen. En jij mag altijd poeren laten. Als je maar geen buikpijn hebt. Ja, dat mag je altijd. Ja. Ik ben even mijn nagels aan het doen. Even nieuwe tips en ja, in ieder geval, hè. De meeste van jullie zullen dat helemaal niet interessant vinden, dat is prima. Maar iemand wil dan niet slapen hier. Die breekt oprecht de boel af. Een hele goede morgen, welkom bij de Bende van Ellende. Jordi is wakker, heeft fles gehad. Liam is wakker, heeft fles gehad. Sam die slaapt weer na zijn fles. En ik ben even niks aan doen. Mag ook wel, toch? Niels is eventjes iets aan het doen boven. Hou eens op daarmee. Dat mag niet. En ja, verder
wordt het vanochtend een rustig dagje. Want ik heb tegen Niels gezegd dat ik niet zoveel ga doen. En als de kindjes wakker zijn, dan ga ik wel boodschapjes en alles doen. Dus dat is eigenlijk de situatie voor vandaag. Dus ik denk ook niet dat ik vanochtend veel ga filmen. Ik pak even... Dus ja, in ieder geval dat. Het is 1:30 en Jordi en Liam slapen. Jee, heb ik goed gedaan. En Sam die zit lekker rond te huppelen. En Niels is eventjes naar de Groenrijk, eventjes blikjes cola halen. Daar hebben ze zo'n drinkgebeuren. Dat je 24 blikjes voor 12, nog wat weet ik het. In ieder geval, hij staat de cola halen. En straks naar de kapper, want Liam wordt gekortwiekt. Ja. Ik heb besloten om het gewoon kort te doen, want hij heeft nu zoveel pluis in zijn haren en het is nog een beetje babyhaartjes. En ja, ik denk dat het gezonder is voor hem om het gewoon eventjes een keertje een beetje kort te wieken. En dan gaan we kijken hoe het staat. Als het niet staat, laat ik het gewoon weer lang groeien hoor. Maar ja, het is niet slecht om het een keer korter te maken. Dus en Jordi gaat naar de kapper en Niels gaat naar de kapper. Ja. Dus ja, wat een transformatie.
Nou, we knipten wel. Papa is nu aan de beurt. Maar wij gaan pas naar de winkel. En dan komt papa dadelijk ook naar de winkel. Yay! Nou ben je in de douche geweest. Mama weet nog steeds niet wat ze ervan vindt. Jordi is nu in de douche. Maar ik weet nog steeds niet wat ik ervan moet vinden. Ik vind het wel kort. Maar ja, hè? Even wennen, denk ik. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Iedereen zegt wel dat het mooi is, maar ja. Ik weet het nog niet. Maar ja, we gaan het zien. In ieder geval, Sam is ook al in badje geweest. Jordi is nu in bad met Niels. Of ja, de douche in. Liam en Sam gaan in bad. Liam mag altijd kiezen wat hij wil. En die kiest er dan voor om in bad te gaan. Dus die gaat in bad. En Jordi gaat in de douche. Die mag ten eerste vanwege de botox mag die ook niet te veel weken. Met zijn kontje. Dat is niet zo goed. Dus ja. Het is zoals het is. Daarna komen Bianca en Manuel volgens mij. Of alleen Bianca of alleen Manuel. In ieder geval ze komen. Ja. Daakt de kindje weer naar bed. En dan is zaterdagavond. Hier is nog iemand. Helemaal weer schoon. Ja. Oh, volgens mij zijn tante Bianca en oma Manuel er. Ja. Ik weet niet zeker hoor. Volgens mij zijn ze er. En Milo ook. Nou, bezoek is weg. En het is tijd om voor iedereen om naar bed toe te gaan. Sam ligt al te slapen. En Liam krijgt nou een schone luier. Dus die ga ik nu ook niet filmen. Jordi daar een schone luier. En lekker het bedje in. Yes. En dan hebben papa en mama. Hopelijk. Even. Ja, ik heb papa en mama. Ja, op de even. Bank liggen, ja. Dat denk ik wel, ja. Als we niet opletten. Een hele goede middag is het inmiddels. Jullie gaan nu zien waar we net zijn geweest. Bij de oma van Liam, Jordi en Sam. Bij de mama van? Bij de schoonmoeder van. Dus ja, daar zijn we net geweest. En dan ga je het nu zien. Bij een poepen, ja. En bij, hier bij de kerk staat zo'n schuur, net een schuurtje erbij. Hè? En daar hebben ze helemaal gerestaureerd. Ja. Er zitten bijzonder mooie raampjes in. Mm-hmm. En dat stond gisteren open en toen kwam ik er langs en toen zei ze, god, wat is het mooi van binnen. Ja, zit, kom maar binnen en dan kun je het helemaal zien en dan mag je ook naar boven. Want je mag er rust in kijken. Nou, toen was het helemaal mooi. Ja, net een mooi klein huis. Boven ook een slaap, ook een eethoek, beneden een grote eethoek. En zo was schilderijen langs de kant. En ja. En weet ik, je had er nog een kastbest om. Papa, even drinken, hè? Een grote, hoge eethoek. Ik dacht met een paar grote stoelen er langs. Een stuk of zes. Of acht. Ik heb koffie net gepakt. Oh, dat is goed. En heb jij nog wat te drinken? Ja, het staat op tafel. En Liam heeft ook drinken. Een oranje drinken hebben, oma. Bacardi oranje. Nee, oranje lemon. Nee. Is hij gevallen, Sam? Van mama pakken dan. Die stond hier al, maar Sam is er mee aan het spelen geweest. En leert Jordi ook al iets op school? Kleuren? Ja. En met blokken spelen? Ook met dingetjes? Puzzelen? Nee, ik ben heel veel voelen. Ja? Voelen. Ik ben nog niet meer in de kantine geweest. Maar anders... Dit is sport. Liam, laat die lamp met rust. Ja. Maar bij ons heb je... De hele buiten, we hebben drie buiten. Niet op tafel hangen, je kan gewoon omlopen. Ja, een klein stukje. Ja. Papa, help haar eens even omlopen. Dus hij loopt ook helemaal buiten.
Niels. De kinderen lopen ook gewoon buiten. Hij. Ja. Hij. Ja. En ondertussen, dat we naar huis aan het rijden zijn, want dat zijn we inmiddels, slaapt Jordi. Sam is wakker. En Liam slaapt ook. Dus het is lekker rustig in de auto. Kunnen papa en mama lekker muziek luisteren. Hè, papa? Iemand heeft hier in de auto al geslapen. En nou wil hij niet meer slapen. Ja, 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 ja. En Niels, die is een cadeautje aan het uitpakken. Want Sam, die had gepoept. En mama moet nog de rotzooi... hier geven! Hier! En mama moet nog de rotzooi opruimen. Want je brengt altijd je hele hebben en houden mee. Hey! En vervolgens moet je ook die hebben en houden weer op gaan ruimen. Dus ja, dat moet ik ook nog doen. Jordi is weer wakker. Sammy heeft even geslapen en is nou lekker flesje aan het drinken bij papa. Deze grote vent die had geen zin om zijn shirt mee aan te doen en die staat er nu zo bij. Ik weet niet, volgens mij heb ik echt, hoe noem je dat hier? Hoe noem je dat altijd? Naturisten, toch? Kijk, hier is naturistenparadijs. Hij wil ook niks aan. Dus dan loop maar zo rond, het is zondag, hè. En wat ben ik aan het doen, papa? Aan het koken. Yes. Weet je ook wel wat we eten of niet? Aardappels, vlees en groenten. Weet je ook welke groenten? Bloemenkool. En? Vlees weet ik. Spruitjes. Ook. Ik heb bloemkool, spruitjes, aardappels en houthakkersteak en champignonsaus. Lekker. Is dat lekker, ja? Oké. Okay. Nou, ik hoop dat het ook echt lekker smaakt. Maar ja, ik heb alles in mijn vertrouwde stomer zitten. En de houthakkersteek ben ik hier, die heb ik aangebakken. Doe ik er water op, kan het garen. En daar bak ik het nog even aan. Lekker, lekker. Champignons voor de champignonsaus. En dan is het dadelijk eten. Liam, die ligt al op bed. En jij was nog even met ze weg geweest, hè? Zodat ik wat dingetjes boven nog kon doen, hè? Ja. Dan zie je nu twee filmpjes van. Dat je weg bent geweest? Ja. Oh, nou, dan ga ik die nu zien. Hallo. Er zijn allemaal eentjes hier. En een hondje. Joepje. Ja, joep. En ondertussen ligt dit lekkere schatje van ons heerlijk te slapen bij papa. En die gaat dus nu ook naar bed. Oh, zo knuffelbaar nou, hè. Papa, ga je hem naar bed brengen? Ja. Oké. Okay. En deze grote vent, die gaat daar ook naar bed. Want morgen gaat deze grote vent naar... Spooltje! Yay! Ik denk niet dat hij er zo over denkt, maar oké. Okay. Wel als hij er is. Hè? Wel als hij er is. Ja, als hij er is wel. Ja, ja. Maar ja, hij gaat morgen lekker naar school weer voor het eerst in 3 weken. En ja, dat gaan we dus doen. Hebben we alles klaar voor morgenochtend? Denk het wel. Kleren klaar liggen, tas klaar staan, speelgoed voor Jordi klaar staan, eten van jou gesmeerd,
eten voor Jordi gemaakt. Er is een loopwagen gezet in de auto. Dus volgens mij heb ik alles. Ja. Yep. Dus ik ga nog even een broodje eten. En mijn calcium pakken die naar stoepkrijts maakt. En dan... Dan gaan we naar bed. Ja, tanden poetsen, douchen, naar bed. Klaar voor een drukke week. Ja. Gaan we doen. En dan komen we aan het einde van deze vlog. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.